De Indonesische ambassade in Suriname heeft gisteren voor de 14e keer de Indonesian Day of Charity gevierd. Deze dag staat ook bekend als Pasar Malam en heeft als doel meer bekendheid te geven aan de Indonesische cultuur, met name de culinaire kunsten krijgen een extra tintje. First Lady Ingrid Bouterse-Waldering heeft de Pasar Malam geopend. Ze geeft aan dat het doen van liefdadigheidswerk ervoor moet zorgen dat de liefde tot uiting komt. The work we are doing for communities in Indonesia and Suriname is staggering in scope and immeasurable impact. Charity can and does drive change. Annually, we demonstrate a willingness to give and treat people you never met as though they are members of your own family. Everyone of the world's great legends emphasizes the moral imperative of charitable giving. There is no code of ethics, whether religiously based or secular, that does not mandate the strong to look after the weak. The charitable sector is an important and fascinating one, economically, socially, and culturally. How better to celebrate the Indonesian Day of Charity with culture? De voorzitter van de vrouwenorganisatie Dharma Wanita Parsatuan, Gabriele Supratico, gaf aan dat de opbrengst van het evenement gedoneerd zal worden aan vijftehuizen en mensen in nood. Introduced in 2005 by Dharma Wanita Parsatuan, the Indonesian Women's Organization, this event aims to channel community and solidarity while embracing strong relations with local communities here in Suriname, to come together and celebrate our multicultural community. The Indonesian Day for Charity celebrates the lively and multicultural bond between Indonesia and Suriname. The celebration is expressed by sharing our nation product, culinaries, and other insights through our booth and photo exhibition. De voorzitter van de vrouwenorganisatie Dharma Wanita Parsatuan, Gabriela Supratico. Zij sprak gisteren bij de 14e Pasar Malam, die gehouden is op het terrein van de Indonesische ambassade aan de Van Brussellaan.